Hey, goedenavond Olaf. Goedenavond Martijn. Ja, je bent een bekend gezicht in de regio. Je hebt je bedrijf Spamedia behoorlijk zien groeien. Dat moet voor jou wel een behoorlijke schok zijn. Ik denk wel dat de schrik er goed in zit als je dan hoort dat de persalarmeringen stoppen. Wanneer hoorde jij voor het eerst dat een beetje doorcijpelen? Ja, eigenlijk direct al toen dat naar buiten kwam. Via diverse collega's zag ik iets voorbij komen en ben het artikel gaan lezen. En ik was toch wel zeer verbaasd van wat ik las. Ja. Wat kun je eens vertellen tijdens je dagelijks werk? Wat kom jij zo al tegen? Waar rij jij op? Hè? Zo heet dat een beetje in vakjargon. Waar ga je allemaal naartoe? Nou, wat voor meldingen? Ja, het is heel breed. Geen elke dag is hetzelfde natuurlijk. Maar de ene keer sta je bij een groot ongeval. Of sta je bij een steekpartij, een schietpartij. Of een grote brand. Ja, het is heel divers. Nou kun je natuurlijk zitten wachten tot je een keer een sirene hoort. En een beetje proberen uit te vogelen waar die naartoe rijdt. Maar hoe krijg jij, dat lijkt me nog een beetje omslachtig. Maar hoe krijg jij nou de meldingen tot je? Ja, de meldingen krijgen we binnen via het zogeheten P2000 systeem. Dat is een open netwerk met tekstberichten. En daar kan je op lezen waar een hulpverlening heen moet gaan. Ja, en dat is best wel breed. Enerzijds heb je natuurlijk eigenlijk alle ambulance- en politiemeldingen. Nou, niet alle politiemeldingen, maar wel heel veel ambulancemeldingen zie je dan voorbij komen. Je ziet dan een straat, geen huisnummer meer in dat geval. Dan zou je nog kunnen denken van ja, in dat geval is misschien een beetje de privacy van de mensen in het geding. Hè? Op het moment dat iemand een hartstilstand heeft en dan staat er gelijk op internet waar die ambulance naartoe gaat. Daar kan ik me nog een beetje in verplaatsen. Maar jij krijgt natuurlijk ook ander soort meldingen. Jij krijgt van de politie natuurlijk door dat er een steekpartij is of een aanrijding. En daarvan zegt de minister nu ook, ja, maar dan is ook de privacywetgeving en de privacy in het geding. Snap je dat een beetje? Nee. Er is ooit in samenspraak met de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, en de politie, is er een lijst afgesproken wat er wel en niet gepagerd wordt. Ja. En ja, het enige wat je er eigenlijk in leest in een bericht is aanrijding, letsel of wegvoerongeval letsel met de straat en de plaats. Meer zie je niet. En pas als je op locatie komt, ja, dan zie je personen of iets anders. Maar direct in een persalarmering zie je geen persoongegevens staan. Nee. Ja, en daarnaast zou je dan kunnen denken van ja, dan gaat er een fotograaf naartoe en als iemand daar op de grond ligt, dat is allemaal een beetje vervelend. Dat is het natuurlijk sowieso. Maar ja. Ik weet vanuit mijn werk met huis aan huisbladen dat de foto's die ik aangeleverd krijg, ja, daar staan eigenlijk nooit hele schokkende zaken op. Mensen hoeven er ook helemaal niet bang voor te zijn dat je grote open wonden gaat publiceren. Want ja, je krijgt natuurlijk heel wat voor je lens. Je legt het natuurlijk wel vast. Maar jij maakt natuurlijk zelf altijd de afweging wat plaats je wel en wat plaats je niet, hè? Ja, dat klopt. We maken ik, als ik voor mezelf spreek, maak enorm veel foto's van een incident uit verschillende hoeken. En ja, er is wel eens een slachtoffer op te zien. Maar ja, je maakt bij elk item of bij elk iets maak je de afweging wat je wel en niet doorzet. En vaak zetten we niet eens slachtoffers ook door naar onze afnemers of naar de websites waar we het op plaatsen. Nee. En is dat wel het geval, ja, dan wordt er gewoon netjes geblurred. Dat is regel 1, namelijk slachtoffers of kentekens bij zware ongevallen worden altijd netjes geblurred. Ja, en nou hebben we, mogen we een beetje over bewust spreken, een beetje het idee dat eigenlijk dit verhaal niet eens zozeer uit de slachtofferhoek komt, maar meer gewoon vanuit de hulpverleners. Want, en dat is volgens mij ook ergens een keer opgetekend op NOS.nl, dat ambulancebroeders, een aantal daarvan, vindt het gewoon volgens mij een beetje vervelend dat ze gevolgd worden, hè? Ja, dat klopt. Het komt uit de kant van de ambulancezorg. Ja. En zo had ik vandaag ook nog een gevalletje. Een groot ongeval op de N209 in Berkel-Roderijs. En daar kreeg ik het ook heel kort aan de stok met een ambulancebroeder. Okay. Die begon over privacy. En er waren eigenlijk gelijk al agenten erbij van ja, hij staat gewoon zijn werk te doen. En hij mag het filmen, want er werd een slachtoffer namelijk nagekeken door het ambulancepersoneel. Ja. Dat mogen we gewoon filmen, dat mogen we in beeld brengen. Maar het wordt altijd netjes onherkenbaar gemaakt. Ja.
Maar dat is toch ook gewoon persvrijheid. En laten we wel zijn, je mag gewoon fotograferen en filmen op de openbare weg. En, tuurlijk, iedereen mag dat doen. Ja, en het is dan wel weer heel erg flauw dat er dan gezegd wordt van ja, liever niet filmen. En mensen willen ook gewoon weten wat er aan de hand is. En daarnaast heb jij ook gewoon natuurlijk de taak om mensen te vertellen wat er allemaal gebeurt. Mensen willen ook weten. Hey, je beelden waren vanavond nog op de landelijke tv volgens mij. Ja, klopt. Ja. Nou, dat is toch een stukje informatie, zodat mensen weten wat is er gebeurd. Werkt misschien ook nog wel preventief. Dus ja, dat zou allemaal wegvallen. Want dan verklap ik het eigenlijk al een klein beetje. Want stel nou in het ergste geval dat de persalarmering helemaal wegvalt. Wat zijn dan de gevolgen voor jou en voor de lezers, voor de kijkers? Ja, dat er minder snel bekend wordt. Of dat mensen minder snel goed geïnformeerd worden over wat er plaatsvindt ergens in de buurt. Ja. En in het ergste geval moet ik via de tiplijn mensen gaan vragen of zij foto's willen gaan sturen. Ja, dan krijg je allemaal burgers die met een telefoontje ergens bij een incident gaan staan. Allemaal foto's maken, ja. Ik weet ook niet hoe ik anders aan mijn beeld moet komen. Nee. Ja, het mag natuurlijk altijd. We kunnen het ook wel even benoemen hoor. Mocht je nou ergens hier in de regio een nieuwssituatie zien waarvan je denkt, nou, dan moet Olaf zeker even naartoe. En als de politie dat dan niet meer doet, dan moet je het zeker even blijven tippen. Dan kun je een appje sturen. Pak even pen en papier of zet het even gelijk in je mobieltje. Dat is 097-0234-28586. 097-0234-28586. Ik zal het ook nog even op dossiermastenbroek.com zetten, maar dan heb je in elk geval het nummer. Het is een apart nummer, we hadden het nog even vanavond erover. Het is een nummer met 12 cijfers, klopt dat wel? Maar het is echt een 06-nummer waar je naartoe kunt appen. Dus als het niet helemaal is gelukt met een dikke vingers, het is 097-0234-28586. Dus ja, daar ben je dan straks helemaal van afhankelijk. En wat je ook al aangeeft, dat allemaal burgers straks foto's gaan maken en video's gaan doorsturen. Is dat een wenselijke situatie? Is dat het idee van de hulpverleners daarachter? Of dat je gewoon een professionele 1-in-2 fotojournalist bij het lint hebt staan die een paar foto's maakt en vervolgens zorgt dat een beetje ethisch wordt weggesluist naar de media? Ja, ik kan er met mijn hart echt niet bij. Heb jij nou enig idee, Olaf, wanneer dat nou ingevoerd gaat worden? Wanneer sluiten ze het helemaal af? Ja, ik hoop nog steeds dat het een grap is. Maar ze zeggen dat vanaf 1 april wordt doorgezet. Ja, dat zou wat zijn. Dus dat. Ik moet ook wel zien dat. Ik zie ook wel dat. We hebben jouw verhaal natuurlijk al een beetje gedeeld links en rechts. En dan zie ik ook wel dat dat wordt geliked, zag ik vanavond nog, door mensen uit de hulpverleningswereld. Dus ik denk dat zij ook niet allemaal daar echt achter staan, achter dit besluit. En ja, heb je het idee, jij bent aangesloten bij de NVJ, toch? Ja, klopt. Ja, heb jij het idee dat ze zich er ook echt hard voor maken? Kunnen ze überhaupt nog wat betekenen hierin? Ja, of ze er nog iets in kunnen betekenen, weet ik niet. Ze proberen wel te gaan overleggen om te kijken of een alternatief systeem kan komen. Dat alsnog journalisten geïnformeerd worden. Ja, het is afwachten. Ik weet dat ze ermee bezig zijn, maar verder heb ik helaas ook niks meer van vernomen. Nee. Nou goed, in het belang van de persvrijheid hopen we dat er in elk geval inderdaad een alternatief wordt aangeboden door de minister. Ik vraag mij af, zij is natuurlijk ook vrij nieuw weer ook met deze materie, of ze ook echt begrijpt dat het een, enerzijds natuurlijk gewoon jouw brood is. En van heel veel persfotografen in Nederland. Dat wordt afgepakt mogelijkerwijs. Maar aan de andere kant, wij als mediaplatform krijgen ook geen input meer. Wij weten ook niet meer wat er aan de hand is bij een grote brand. Of wij zijn volledig afhankelijk van politieinformatie. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat verloopt nog wel eens een beetje stroperig. Ja, dat is altijd een beetje lastig waar dat dan aan ligt. Maar het is een capaciteitsprobleem. En 's nachts om 3 uur kun je ook niet even direct even een woordvoerder uit zijn bed bellen. Dus we zijn heel erg afhankelijk van 1-in-2 journalisten. En mijn ervaring is dat die altijd hartstikke integer te werk gaan. En ik zou willen zeggen, een oproep willen doen ook aan de minister. We zitten hier in Den Haag om toch eens te kijken naar een alternatief waarin dat lijstje wat destijds met jullie is afgesproken, waarop steekpartijen, branden, ongevallen en dat soort dingen staan, gewoon naar een kleine beperkte groep fotografen. Misschien
kun je daarvoor de politiepersekaart gebruiken. Degene die een politiepersekaart hebben, dat die het recht hebben op informatie over dat soort zaken. Dat die het dan binnenkrijgen, dat lijkt me niet zo moeilijk. En dan hou je ook de regie in eigen hand. Want ja, wat er nu ontstaat is straks dat er allemaal mensen bij woningen gaan staan fotograferen om toch te kijken wat er aan de hand is. En dat de persfotograaf thuis zit en niet weet waar het is. Dus dat is dat wordt een bizarre situatie. Nou goed, laten we hopen dat het inderdaad een grap is. Wij gaan ook gewoon de minister ook gewoon taggen, Olaf, op het moment dat we dit item online zetten. Dan kan ze het in een mooie luxe wagen als ze naar de Tweede Kamer rijdt nog even terugluisteren. Dus en wie weet, komt ze wel bij je op de lijn. Ik had nog een iets te zeggen in verband met het lange telefoonnummer. Ik heb zojuist even een linkje aangemaakt. Oh, spa-media.nl/WhatsApp. Dan kom je ook op de tiplijn uit. spa-media.nl/WhatsApp. En dan krijg je het ook allemaal hartstikke goed. We gaan je nummer breed delen. Alles hier in de Haagse Rotterdamse regio. Gooi het maar gewoon over de schutting naar Olaf. En dan gaat hij zelf wel even filteren of het nieuwswaardig is of niet. En laten we hopen dat hij nog ontzettend lang dit werk kan en mag blijven doen. Olaf, ontzettend bedankt. Nou had ik jou vanavond nog even in het voorgesprekje aan de telefoon. Toen zat jij even lekker op de bank thuis. Bij moeders te eten. Toen ging je pieper af. En toen zei je, oh, er is een flinke brand. Was dat nog wat? Nee, het viel gelukkig allemaal mee. Okay. Wat er gebeurd was in Berkel-Roderijs, dat er een vuurwerkbom bij een ruit is ontploft. Oh. En er waren enkele ruiten gesprongen. En de bewoner die lag op de bank even een dutje te doen en die schrok zich rot. Nou ja, jij hebt al zoveel meegemaakt dat jij zegt, ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar dat is voor de gewone Jan met de pet is dat best nog wel heftig, hoor, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja. Het is altijd een beetje dubbel op om te zeggen, maar het had erger gekund. Ja. Speelt dat nog steeds daar een beetje vuurwerkbommetjes en zo? Het is alweer 18 januari, maar... Ja, ik dacht dat het alweer afgelopen zou zijn, maar ik lees heel af en toe nog wel eens berichten over een vuurwerkbom. Ah, heftig verhaal. En de ruiten waren er ook echt uit dan? Ja, er waren twee ruiten waren er gesprongen uit de gevel. Jeetje, en aan de binnenkant van de woning is de gevel een beetje ontzet. Jeetje, waar kunnen we nog wat achtergronden daarover lezen? Welke website moeten we dan hebben? Uiteraard op spa-media.nl. Oké, daar kunnen we dat dan ook weer terugvinden. Olaf, ontzettend bedankt en nog een fijne, rustige dienst. Ja, dankjewel. Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Misdaad en meer.